Goedemiddag, welkom bij deze mooie dag. Het is weer een andere uitzending waar wij dus dan gaan praten over bepaalde zaken. Niet lang terug hebben wij in de uitzending Dr. Robert Vishnuda, topper van de VAP, gehad. We hebben met hem gesproken over enkele belangrijke zaken. Hij heeft heel wat uit de doeken gedaan. Aan het einde was het een felle discussie, maar een beller had gebeld. En men had het over de positie van meneer Vishnudat. Die heeft hij ook duidelijk gemaakt in de uitzending. Maar ja, mensen kijken. We hebben mensen die commentaar leveren. Mensen die kritisch kijken naar zaken. En een van de mensen is de heer Hikmat. Maar het kan. Hij kijkt kritisch naar zaken. En vandaag zullen wij met hem gaan kijken naar de uitzending met de heer Dr. Robert Vishnudat. We krijgen hem zo aan de lijn. Als we meneer Hikmat aan de lijn krijgen, dan willen wij dus dan de uitzending doen met meneer Hikmat. Vandaag is trouwens onze jaardag. We vieren feest vandaag, 3 jaar DTV. En we hopen dat wij in die 3 jaren toch wel heel veel hebben gedaan of hebben kunnen doen voor u als kijker en luisteraars. Maar goed, ik denk dat Roberto zover moet zijn met Hikmat. Meneer Hikmat neemt niet op. Nou, dat is heel vreemd. Meneer Hikmat zou moeten opnemen. Neemt hij nog steeds niet op? Oké. Sorry voor het ongerief hoor, we proberen te bellen. Want ik heb niet lang teruggesproken met meneer Hikmat en hij zou dus dan ready zijn voor de uitzending. En als hij dus dan, ik zie ook dat hij geen internet heeft, hè. Dus waarschijnlijk is hij ergens in de buurt waar er geen internet is. Maar goed, we zijn vandaag jarig. Dat is de belangrijke boodschap die wij vandaag kunnen geven. We zijn vandaag jarig en we vieren dus dan 3 jaar DTV. Vanavond hebben wij dus dan live hier in de uitzending. We gaan uitzenden vanuit El Sabor de Lori. Waar we dus dan gaan praten over 3 jaar DTV. Maar daarnaast hebben wij een comedian die erbij gaat zijn. Die ons bezig gaat houden met echt leuke grapjes, het wordt heel mooi. Hoe heet die man alweer? Sebe gaat in de uitzending bij ons zijn vanavond. Je mag komen, hè. El Sabor de Lori is aan de Anton de Komstraat. Hij is aan de Anton de Komstraat. Dan kunt u ons dus dan volgen. We zijn vanavond daar vanaf 8 uur. En we zullen dus dan live bezig zijn. Sebe. Sabadeo, zoals hij wordt genoemd, wordt onze eregast. Hij is een stand-up comedian en het wordt mooi met heel wat mensen. Is meneer Hikmat aan de lijn? Ja, stuur hem in. Ik denk dat meneer Hikmat nu aan de lijn is. Meneer Hikmat, goeiedag. Ja, goeiemiddag meneer Harderwijk. Ik hoor een echo, maar ga ik gaan. Ik hoor je niet meer. Ja. Hoor je me wel? Nu wel. Oké. Ik was even aan het wachten. Ik dacht bij mezelf, ik heb een afspraak met u. Was u even bezig of zo? Maar 3 jaar. De verbinding is heel slecht, dus ik hoor je een beetje broken. Maar we gaan het proberen. Nee, we gaan het op een andere manier doen. U moet me goed horen. Houd u even aan. Laat meneer Hikmat nog in beeld. Ja. Berto, we gaan het op een andere manier doen. Ik ga u zo contacten. En dan gaan we naar meneer Hikmat op een andere manier. Ik denk dat we op deze manier moeten proberen. En dan gaan we hem op deze manier dus dan contacten. Oké, ik denk dat we nu meneer Hikmat goed in beeld... Ja, dit is beter. Goed zo, goed zo. Welkom in onze uitzending, meneer Hikmat. Vandaag vieren wij ons 3-jarig bestaan. Hoe heeft u DTV ervaren de afgelopen tijden? Ja, ik begin jullie te feliciteren met jullie verjaardag. Dat is één.
ik begin ook de gemeenschap te feliciteren met DTV. Uh-huh. Omdat jullie toch wel een verademing zijn in de hele samenleving of tussen alle andere stations en andere media. Wat ik prettig vind is dat jullie altijd overal zijn en goed verslaan en, moet je eerlijk zeggen, ook vrij neutraal. Mm-hmm. Dus in dat opzicht is dat een enorme aanwinst voor Suriname. Ik zou zeggen, ga zo door. Gewoon tevreden. En ik denk dat het gewoon goed is dat jullie er zijn. Oké, okay. Nice. Maar nu naar ons onderwerp. We feliciteren u natuurlijk ook met DTV, hoor, voordat we verder gaan. U bent natuurlijk een van de mensen die wij waarderen hier, want u heeft altijd een enorme bijdrage geleverd door uw kritiek. En we stellen dat zeer op prijs. Dank u wel voor het willen meewerken. Nou, graag gedaan. Maar goed, we gaan naar ons onderwerp, want we hebben niet lang terug gesproken met de heer Vishnudat. En u heeft uw kritische aanmerkingen of opmerkingen. Waar zit die? Ja, kijk, het gaat even voor de goede orde. Het gaat niet om de mens, Vishnudat, maar ook het gaat vooral om zijn houding in de relatie tot de politiek in Suriname. Mm-hmm. Overigens is Vishnudat niet de enige. Ik heb ook een paar dagen daarvoor had u ook Belfort en toen had ik de tijd om in te bellen. En vergelijkbare dingen zie ik ook bij Belfort. Maar voordat ik dat doe, wil ik de luisteraar generiek in het algemeen meenemen van, maar waarom heb ik kritiek? Want alles denken mensen van, daar heb je die kerel weer. Nou, daar gaan ze denken, maar dat maakt niet uit. Maar het is belangrijk dat Surinamers begrijpen waarom er kritiek is. Kijk, dat het niet goed gaat met Suriname, dat is bekend. Dus daar hoeven we niet te lang over te praten. Dat het aan verschillende politieke partijen heeft gelegen, ook dat weten we. De een meer dan de minder. Maar nou komt het eigenlijk. Wat er vanaf nu moet gebeuren is dat wij lood niet inruilen voor oud ijzer. En ik noem het zelfs voor schroot ijzer. Dus als wij nu verandering willen, dan moet het wel verandering zijn ten goede natuurlijk. Dat betekent dat de nieuwe mensen die pretenties hebben, die moeten wel iets brengen en anders moeten ze wegblijven. Anders gaan we van de regen in de drup. Anders is het of we door de kat gebeten of door de hond gebeten worden. Het maakt toch niks uit. Dus als wij van Santokki af willen en er komt een andere die ook een grotere charlatan is of een charlatan is, dan zijn we niks opgeschoten. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat ding is belangrijk. Dat is ontzettend belangrijk, dames en heren, dat wij vanaf nu aan die potentiële politici duidelijk maken. Hier, iedereen mag, u mag ook. Maar let op, u moet niet meer met die flauwe kul komen. U moet niet met valse dingen komen. U moet met kraakheldere ideeën komen, want de tijd van spelen met Surinamers en Suriname is voorbij. Het ging inhoud dat zij beter moeten zijn dan wat we nu al hebben. Want anders is het echt lood om oud ijzer. Oké, okay. Ik geloof dat iedereen dat in het algemeen moet begrijpen. Het grootste probleem wordt, hoe gaan wij weten dat de nieuwe spelers of de spelers die pretenties hebben, ook, het kunnen ook oude politieke partijen zijn, die pretenties hebben, hoe gaan wij weten dat die beter zijn? Deels ligt het aan ons, dat wij hen doorvragen, kritisch bevragen, doorboren, maar deels ligt ook aan hun. Zodra wij merken dat zij een beetje vals spelen, moeten we ze meteen afvoeren, want we zeggen, Lukuno, jij zit ook in die pina. Jij komt ons eigenlijk dingetjes vertellen. En terwijl jij ons die dingen vertelt, klaagt over de huidige regering, klaagt over de vorige regering, maar zelf ben je vele malen slechter of even slecht. Zodra ik dat merk, dan is het meteen sliding, gele kaart afvoeren. Niet eens wachten tot rode kaart. Waarom, Gerald? Mm-hmm. Omdat
moet je voorstellen, we zitten in die Pina. En dan komt iemand als bedonderen. Dan denk je van, nou, ik heb geen tijd meer voor bedonderen. Wees straight, wees duidelijk, wees eerlijk. Vertel ook ons hoe jij het land gaat verbeteren. We hebben geen tijd voor praatjes maken. Abu, dan begrijpt iedereen nu waarom ik kritisch ben. En ik denk dat iedereen op deze manier deze mensen moet analyseren. Okay. Dan even concrete gevallen, want dan gaan mensen denken, Abu, Jima, maar concreet. Laten we meneer Visnoedat nemen, die dinsdag 28 november bij u in de uitzending was. En wat verbaast mij, ik heb al een paar weken geleden een artikel geschreven over de houding van Visnoedat. Ik heb daarna in een paar interviews dat gezegd. Hij heeft al die artikelen, hij heeft al die interviews. Je zou denken dat die man denkt van oké, jongen, die Hikmat, ik hoef niet eens te zijn met hem. Maar die man merkt een aantal dingen op. Dat betekent dat ik daarin helderheid moet verschaffen. Doet hij niet. En dat irriteert mij nog meer eigenlijk. Dan denk je van deze man is hardleers. Deze man denkt dat hij gewoon de boel moet doodzwijgen en daarna waait het over. Nou, ik heb een slecht nieuws. Het waait niet over, want ik blijf drammen. Nu concreet. Wat irriteert mij bij Visnoedat? En dat moet het volk ook irriteren. En daarmee zie je dat Visnoedat geen haar beter is en misschien slechter is. Omdat hij in die katibo zit met ons allemaal en hij probeert ons voor de gek te houden. Waar houdt hij ons voor de gek? Hij komt de laatste tijd overal op tv en dan zegt hij, ik ben bezig met een beweging en over leiderschap en al die dingen. En hij wil ons voorhouden dat hij partijen bij elkaar brengt en over goed leiderschap. Wel, hij zelf is juist een foute leider. Ik zal je vertellen waarom hij een foute leider is. Deze man zat sinds 2012 met Santokki. En hij heeft met Santokki samengewerkt op weg naar 2020. Dames en heren, Arki Boem, luister goed. Als deze man zo slim, kundig en zuiver is, hoe komt het dat die man 10 jaar lang, en ik zeg 10 jaar, want hij heeft niet in 2020 ontdekt dat Santokki eigenlijk verkeerd was. Hij sinds kort maakt hij wat meer geluid. Maar laat het 8 jaar zijn. Hij beweert dat hij al gelijk naar de verkiezingen. Hoe komt het dat die man 8 jaar lang met Santokki zo close heeft gewerkt, achter de schermen, dat hij niet heeft gezien dat Santokki ons aan het bedonderen was? Dat betekent dat deze man zijn antenne, zijn neus verstopt is. Zijn antenne werkt niet. Zijn verstand is niet sterk genoeg om dingen in te zien. Dus de man zijn intelligentieniveau, sorry dat ik het zeg, is heel laag. Want als je 8 jaar lang met iemand werkt, meneer Harderwijk, Arki Gerald, dat, en zo close, dan zie je toch dat die man niet deugt, dat die plannen niet deugen. Wat heb je al die tijd zitten lezen daar? Maar je kan het hebben gezien, maar je geeft een persoon het voordeel van. De twijfel soms in vele gevallen, om te kijken hoe het zal gaan, nee, toch? Is dat het geval? Nee, dat is fout wat je zegt. Ik zeg vertellen waar het fout is. Ja. Je kan niet zeggen, ik geef je een voordeel van het, want dit is geen spelerij hier. Bovendien, sinds 2012, als je 8 jaar lang niet hebt kunnen remmen, kunnen aansturen, bijsturen, heb je niks kunnen doen. Bovendien, ik ben blij met je opmerking. Dankjewel, is een mooi voorzet. Maar als je 8 jaar lang niet hebt kunnen bijsturen, niks kunnen veranderen, bovendien heb je meegedaan om die flauwekul aan ons te verkopen. Want jij moest niet gewaarschuwd. Want kijk, het is je niet gelukt om die man bij te sturen. Dan zeg je tegen die man, hey, sorry, ik doe niet mee wat aan die zie. Ik ga niet meewerken om het volk te bedonderen. Toch? Iemand die zuiver van de goede snit is, van de zuivere graad is, leiderschap, hè, want dat is wat die man continu ons vertelt, de zuivere leiderschap. En daarom wil ik over deze man zijn eigen leiderschap. Want deze man heeft ons niet behoed voor de ellende Santokki. Hij heeft ons meegeholpen om die rotzooi aan ons te verkopen. De gevleugelde uitspraak van mij, poep voor Fiano verkopen. Dat ding ruikt naar poep, het ziet eruit als poep, het smaakt misschien ook zelfs naar poep. En je zegt nog aan Fiano, jongen, jamasani, aha, boem. En dan denk je van, wie ben je? Jou nog voor de gek en jij bent gek, allebei. Dus terug naar jou. Dus dat betekent dat de man, dat
niet heeft kunnen verbeteren. Dus dan denk ik bij mezelf, wie is nou dat? Je zou je diep moeten schamen en volgens mij 10 jaar lang ergens onderduiken, dan wel 1 keer clean worden. Maar je moet niet doen alsof er niks aan de hand is en het ligt niet aan jou en het is een, ja, ik heb gezegd. Ik heb toch nog een vraag, meneer Riekman. Jozef, mij. Ik heb toch nog een vraag. U zegt bijvoorbeeld dat hij 8 jaren lang gewerkt heeft met meneer Santokki en hij heeft het niet kunnen zien. Maar meneer Santokki is pas, zit pas 3 jaren als president. En hij wordt natuurlijk beoordeeld aan de hand van zijn werk de afgelopen 3 jaar. Ook door meneer Vishnudat. Moeten we dat niet zo zien? Nee, luister. Nee, dat moet je niet zo zien. Natuurlijk heeft Santokki in 2015 nog een poging gewacht. Mislukt, gelukkig. Maar in 2020 is het wel gelukt. Wat ik probeer te zeggen is, dat weet jij ook, dat moeten de Surinamers ook weten. Waar gaat het mis vanaf 2020 is, nadat Santokki is aangetreden, is gebleken dat hij geen enkel goede uitgewerkte plannen had. Dat hij alleen, dat gewoon niks in place was. Dat het allemaal sprookjes waren, onzin waren. Dat betekent, en dat staat erbij, hij heeft, kijk... Dit zijn zijn eigen woorden. Ik heb met Santokki, hij zegt niet met VRP, ik heb met Santokki zelf zaken gedaan, gewerkt sinds 2012. En probeer eigenlijk op weg naar de verkiezingen te werken. Dus hij was erbij, hij heeft het allemaal gezien. Nou is het zo, meneer Harderwijk, Lukoei. De kunst is niet achteraf iets ontdekken. Dat is voor iedereen, voor de gewone, maar achteraf kan iedereen alles zien. Je bent pas goed als je vooraf een goede beoordeling kan maken. Als je rijwangi, als je zakken in het doetrukbaan, dan kan je zeggen, ay, mooi, abanti best, plata. Ja, nee, dat zie ik, want idee lang doetrukbaan. Maar de kunst is, als je op de weg nog bent, dat je op tijd remt en zegt, nou, hey, volgens mij, die banti boren, jongens, awangi is slingertje zo. Dat is de kunst. Dus iemand die goed is, die weet vooraf dat een plan niet deugt. Een bank leent jou geen geld als dat plan niet deugt. De bank zegt niet van, oh my god, jongen, die failliet, jongen, we hebben niet opgelet. Dat is fout, dat is veel te laat. De kalf is al verdronken. Dus terug naar uw vraag. Hij was erbij, hij heeft het gezien, hij heeft ook meegeholpen die onzin te verkopen. Abo. Dus dat is eigenlijk waarom ik zeg dat meneer Vishnudat eigenlijk iets te veel noten op zijn zang heeft. Maar ik heb geen probleem met de man zelf. Dus als hij ergens op een verjaardag een drankje wil doen, gezellig. Maar kom niet pretenties hebben dat jij nu Suriname voor Suriname leiderschap gaat tonen. Of jij gaat partij bij elkaar brengen. Jij helemaal niet, meneer. Of u helemaal niet, meneer Vishnudat. Want u heeft bewezen dat u niet deugt. En u bent de laatste die over leiderschap moet praten. En waarom heb ik zoveel kritiek? Is het gevaar is dat we met dit soort type mensen weer in de maling genomen worden en weer op achterstand gezet worden. En daar heb ik bezwaar tegen. En ik had gehoopt dat de Vishnudat zijn gedrag zou veranderen. En dat doet hij niet. En vandaar dat het nu vol in de aanval gaat. Om hem te laten beseffen dat hij moet stoppen. Er is geen plek voor hem op het toneel. Voor hem is totaal geen plek hier. Hij heeft zijn kaarten verspeeld. Abo, dus dat is over leiderschap. Het tweede wat mij irriteert bij die man is, hij heeft het continu, hij heeft kritiek op deze regering, maar als je goed naar zijn kritiek luistert, dan heeft hij altijd over kritiek op de ABO. En als het om de VAP gaat, dan noemt hij geen namen, dan zegt hij de leider. Nee, van ja, hey, het zijn geen konijnen, noem het een beetje bij de naam, doet hij niet. Maar hij heeft het altijd over de ABO. En dan komt het, dames en heren, om te laten zien dat deze man zelf nog erger is dan waar hij kritiek op heeft. Want hij zegt, hij heeft het meerdere keren gezegd, hij zegt, luister, ik, Vishnudat, heb tegen Santokki gezegd van ja, in 2020, we gaan geen coalitie vormen met een partij waar de VP eigenlijk, of de partijleider, sorry, een strafblad heeft.
doelende op Brunswijk. En dat is dat Brunswijk geen VP kon worden of parlementsvoorzitter of whatever. En daarmee wil Vissouda nu zijn hand in onschuld wassen, althans laten we maar zien, ik heb dat gezegd. En ik, Vissouda, ben van goede leiderschap. Wel, dames en heren, Arkibo. En hier heb ik bezwaar tegen. Dan ontdek je dat zo iemand vals is. En wat is zo'n vals aan hem? Want hij zegt ook in een aantal van die gesprekken, Vissouda zegt dat, hij zegt, maar hij was een voorstander van liever met de NDP gaan. Dan denk je, Arkidja, dus je bent tegen de ABOP? Nu, en dat zegt hij nu, hè? Hij beweert dat hij het in 2020 gezegd heeft, maar niemand heeft het gehoord. Hij heeft het nooit ergens op papier geschreven, in een artikel gezegd. Dat zegt hij nu. Maar nu vindt iedereen ABOP eigenlijk een foute club. Dus achteraf praten kan iedereen. Mijn punt is, hij wilde wel met de NDP. Nou, wat je van de voorzitter van de NDP ook vindt, meneer Wouters, hè, wat je ook van kan vinden. Wouters heeft ook een volks op zijn naam. In Nederland. In Brunswijk ook in Europa. Dus het is hetzelfde. Dus je wil wel met de NDP. Dus nu vertel je ons, je had liever met de NDP, maar niet met de ABOP, omdat de ABOP een volks heeft en dus vind je dat slecht leiderschap. Zie je hier hoe vals zo iemand kan spelen? Als je zo iemand nu al niet kan vertrouwen, wat heeft hij nog te zoeken? Wat heeft hij nog te brengen voor ons in de politiek? Eigenlijk niks. We moeten af van dit sociaal latans. Meer weer voor de empathies. Dan heb ik een derde punt als het gaat om Vissouda. En dat is dat hij, Vissouda, aanstuurt dat hij een soort derde blok of middenblok, of hoe die allemaal wil noemen, wil vormen, ons laten geloven dat hij dan eigenlijk een beetje de partij is die gaat mensen bij elkaar gaat brengen. Wij moeten af van dit soort mensen. Waarom? Omdat het is toch zo krom als een hoepelbaan van dat hij dat niet ziet. En ik stoor mij eraan dat mensen die hem interviewen, ook u meneer Harderwijk, heb ik mij, aan u heb ik mij gestoord. En dat is dit. U moet hem de vraag stellen. U had hem de vraag moeten stellen. Overigens heb ik aan de presentator van Radio Awaas ook live in de uitzending mee geconfronteerd. En ik heb gezegd, ik neem u ook kwalijk. Want waarom neem ik mensen kwalijk? En dat is dit. Vissouda is VAP-lid. Hij is lid van de VAP, hij wordt prominent lid zelfs. Nou, nog mooier. Hoe komt het dat jij nog prominent lid bent van de VAP en ons wil doen geloven dat jij gaat werken aan een middenblok, derde blok of een ander blok? Hoe bestaat dat? Je bent VAP'er en je gaat ook nog een derde blok vormen. Wat is de rol van de derde blok, middenblok? Hoe logisch is dat? Als je zuiver bent, zoals hij continu beweert, dat moet allemaal zuiver. En dan geeft die beschouwing over anderen. Geef dan beschouwing over jezelf, meneer Vissouda. Want wat is het punt? Hoe kunt u als VAP'er VAP zijn? En een soort voorman, een soort regisseur van een middenblok. Dan wat gaat de middenblokpartij doen? Wat gaan die partij doen? Dan gaat die zetels waarschijnlijk, die zetels die bij de VAP gaan wegvloeien. Dit is mijn analyse, mis mijn vermoeden. Maar liever vermoeden, maar ik zal het toch even met jullie delen. Dan verzamelt hij die zetels van de VAP, wat bij de VAP wegloopt, in een middenblok. Maar meneer Vissouda is ook nog VAP-lid. Dus dan gaat hij met de middenblok terug naar de VAP-coalitie vormen. Dat zijn we ook bedonderd. Ja, ik hoor hem al zeggen, nee, dat ga ik niet doen. Dan denk ik, als je zo zuiver wil doen, moet je eerst kappen met de VAP. Ons het gevoel geven dat je werkelijk afstand neemt van de VAP. Openlijk, net als Ashwin Ramcharan, openlijk afscheid genomen van de VAP. Althans, in het openbaar bekritiseert hij dat. Biedt zijn excuses aan dat hij ook meegedaan heeft aan die charlatan en de praatjes van Santokki. Maar dat doet Vissouda niet, hè. Geen enkel keer neemt hij openlijk afstand van de VAP. Dus samengevat, ik heb drie dingen aangegeven. 1.
dat de man eigenlijk zelf erbij was en hij heeft meegedaan aan die plaatjes verkopen van aan ons. Twee, hij vertelt dingen die haaks op elkaar staan. Hij wil niet met Brunswijk, maar hij wilde wel met Wouters. Hoe geloofwaardig ben je zelf? En drie, je bent nog steeds VHP-lid en je wil een middenblok vormen. En je bent niet kritisch genoeg op de VHP. En je neemt ook geen afstand, hè? Het is zo ernstig met de VHP, meneer Harderwijk. Santokki heeft de boel geflasht. Je was er blij, meneer Visnoedat. En je neemt niet eens openlijk afstand. En je komt er regelmatig met halve analyses. Wel, heren en dames en heren, wij moeten niet meer naar dit soort analyses van dit soort mensen luisteren. Wij moeten ze recht in hun gezicht zeggen, wegwezen, want we zijn al een keer bedonderd, we zijn al door de hond gebeten, we willen niet meer nog een keer door de kat gebeten worden. We willen niet van de regen in de trup. We willen geen lood om oud ijzer, wegwezen. En dit is mijn kritiek eigenlijk op Visnoedat. En dit is mijn kritiek ook op analisten in Suriname. Om dit soort potentiële politici met fluwelen handschoenen aan te pakken. Dus ik vind dat ze wat harder aangepakt moeten worden. En waarom harder? Niet omdat wij onmenselijk willen zijn. Maar omdat zij onmenselijk zijn. Zij zijn nog steeds het volk aan het bedonderen. Terwijl het hele volk Pinaar erop los. En je komt ons vertellen, ik ga jullie helpen, terwijl ik zie dat je de boel aan het flessen bent. Oké, dit is Visnoedat. Nee, maar even voordat het verder gaat, het is C-monopole. Ik moet ook inkomen. U praat over meneer Visnoedat. Ik heb vele malen, ik heb zeker meer dan 10 interviews gedaan met meneer Visnoedat, waar hij aangeeft dat hij dus dan nieuw leiderschap mist. En dat hij dus dan, nadat hij zoveel heeft gezien in de oude politiek en de manier hoe zaken gaan, dat het nu tijd is dat wij gaan werken aan iets nieuws. En hij wil daarmee, hij wil tenminste een bijdrage daarbij leveren. Zelf geeft hij aan bijvoorbeeld dat hij geen bestuur voorzitter wil worden van een partij of een blok of wat dan ook. Hij ziet dat gewoon niet zitten. Hij wil gewoon een beetje helpen en mensen bijeenbrengen om Suriname wat beter te krijgen. U geeft aan bijvoorbeeld dat hij met Santokki heeft gelopen. Hij heeft gezien dat meneer Santokki Suriname belasterd heeft. En hij heeft niet ingegrepen. Dus hij, met andere woorden, moet hij ons op dit moment niets komen zeggen. Maar wat meneer Visnoedat ook gezegd heeft. Hij heeft gezegd van, ik ben nog niet in het bestuurlijke. Je kan me nog niet echt gaan beoordelen. Moeten wij hem de kans niet geven om daar te komen? Nee, meneer Harderwijk. Dus luister nou. Als wij kinderen waren van 2-3 jaar, dan kan je ons zo voor de gek houden. Maar we zijn toch geen ezel die aan dezelfde steen voor de derde keer gaan stoten. Dus deze man is een volwassen man. Hij zat, ik ga het herhalen nog een keer. Hij zat erbij. Hij heeft meegedaan aan het onzin verkopen aan ons. Dus hij gaat niet vrij uit. Het is toch, maar je ziet ook het slechte karakter van zo iemand, want die probeert dan zijn hachje te redden door te zeggen, ik zit niet in het bestuur. Wel, je hoeft niet in het bestuur te zitten om de boel te flessen, te bedonderen. Hij zegt toch zelf dat hij al sinds 2012 met Santokki meedenkt en alles, de regisseur achter de schermen. Want, is hij ook niet gepakt door meneer Santokki? Maar als hij gepakt is, dan klopt, dan betekent dat die man niet geschikt is, dat niet geschikt is. Want je staat er zo dichtbij en iemand heeft jou 8 jaar lang bedonderd. Dan, wat voor kwaliteit heb je? Dan ben je toch net, jouw denkniveau is niveau van een lagere school. Daar heb ik toch niks aan jou, dan hoef jij mij niet te komen vertellen. Maar ik ga nu helpen, mag je mee helpen? Je mag je lang niks kunnen doen. En je hebt 8 jaar lang eigenlijk als een kleinkind eigenlijk achteraan gelopen, dan wel meegedaan. Dus jouw denkniveau is van een kleinkind. Dan moet jij ons helpen. Waarom moet ik jou nog een kans geven? Luister maar, Harderwijk. Mijn totale kritiek is, Suriname is geen speeltuin van ik moet Pietje een kans geven, Klaasje kan. Dan zijn we 100 jaar onafhankelijk en nog steeds in die onzin. Ik begrijp wat ik bedoel. Dus waarom moeten we mensen kans geven? Mensen moeten meteen goed zijn. Ja. Er is genoeg
Er zijn genoeg problemen geweest in het land. Taboe, we trekken dikke streep. We zijn allemaal bedonderd. Dikke streep. Wat ik zeg, vanaf nu, iedereen die op het toneel wil komen, moet meteen weten. Ben ik echt goed? Heb ik genoeg intelligentie, genoeg visie, genoeg verstand? Ben ik genoeg zuiver? Oké, dan kom ik op het toneel. Als ik niet allemaal ga, kom liever niet met Martin, want daarna... Daarmee, met jou, gaan wij geen stap verder komen. Kom niet op het toneel. En dat is wat mijn kritiek. Dus er is geen ruimte voor spelen. Advies nu dat never, nooit aan de politiek had meegedaan. Compleet blanco roti was, zoals die ene man dat wel eens zei. Dan had je nog misschien een kans kunnen geven. Maar ook daar ben ik heel kritisch op. We moeten mensen nu vanaf het begin, vanaf het fluitsignaal meteen checken van... Eigenlijk, je stelt toch ook geen derde rangse speler op als je WK gaat spelen. Je traint met ze vooraf, je oefent, je kijkt, de bondscoach kijkt, nou, ben je nou goed, wat is je trackrecord, ben jij nou de goede speler, enzovoort, enzovoort. Zo moeten wij deze mensen ook beoordelen. Amboek, dus ik denk dat, ik begrijp u wel, dat ja. U moet mij kritisch doorvragen, dat begrijp ik wel. Het punt wat ik wil maken is dat Visno dat zegt, ik wil geen bestuursfunctie. Het gaat niet om een bestuursfunctie, maar bovendien denk ik bij mezelf. Wat is jouw rol dan? Je bent toch binnen de VHP, ook dan, maar je wil de VHP niet verlaten en je wil een derde blok vormen. Of middenblok of whatever. Of je gaat pas het middenblok, of je gaat pas VHP verlaten als je middenblok hebt. Dat betekent dat je gewoon foute motieven hebt. Het begint met dat hij moet opstaan en te zeggen, luister. Ik heb genoeg fouten gemaakt. Ik heb, sorry volk, ik heb jullie boek voor Viano verkocht. Mijn excuses. En ik ben ook bedoeld, zoals u dat zegt. Ik heb het, en ik neem valikant afstand van de VHP. En ik ben openlijk kritisch op de VHP. Lief Abo, ik ben kritisch op de VHP. Ik ben kritisch op Santoki himself, hoogstpersoonlijk. Doe dat een poos. Openlijk, niet een beetje draai-draai. Net als Ashwin Ramcharan tegenwoordig dat doet. Daar kan Visnoedat wat van leren. Zolang die man dat niet doet, is Visnoedat onbetrouwbaar. Is ongeschikt voor de Surinaamse politiek. Dat moeten we niet accepteren. Iedereen moet tegen Visnoedat zeggen, eigenlijk ben je paria voor ons. Ik ben heel fel, heel kritisch, omdat ik er een beetje genoeg van heb. Ik verbaas mij dat mensen zeggen, ja, die man praat goed. Ik denk, wat praat die man goed eigenlijk? Je laat je gewoon in de luren leggen, je laat je omkopen... Door die gladde praatjes. Dat moeten we niet doen. En daarom zeg ik, wij moeten deze mensen kritisch doorvragen. En doorgrillen, totdat we ontdekken dat ze eigenlijk achter de façade helemaal verrot zijn. Ja, als wij... Ik begrijp u wel dat u dus Surinamers dus dan duidelijk wilt maken dat we echt kritischer moeten zijn... En ik ben het helemaal eens met u, we moeten dus daar niet meer gepakt worden door politici. Maar als wij zo kritisch, tenminste als we moeten kijken door de bril van Hikmat, dan komt niemand door. Oké, dat is hier en dan. Ik weet dat je pas geleden op vakantie bent geweest naar het buitenland. Ja, ja. Dus... als dat vliegtuig op Zanderij als vertraging had en dan komt die grootstuurder zeggen, maar we hebben eigenlijk onze piloot een beetje ziek en die man heeft zijn been gebroken. Zou jij dan in het vliegtuig stappen? Maar we hebben hier ook een bagageshower, die komt regelmatig in het vliegtuig, die kent een beetje die knopjes, hij gaat het overnemen. Zou jij in dat vliegtuig, want dan zeg jij, ja luister, we moeten iets, want we liever iets dan niets. Dat doe je toch ook niet? Helemaal niet. Ik heb ook niet in het vliegtuig met de... Oké, dankjewel. Dan waarom moeten wij, dus we moeten zeggen, het moet niet gekker worden, dat Surinamers denken, maar ja, maar die Hikmat is te kritisch. Wel hier nog, Arkibo, hoe komt het dat we 48 jaar lang in de shit zitten? Kan iemand me uitleggen hoe... Het zijn niet de kabouters, niet de smurfen en buitenaardse aliens die het land hebben bestuurd. Het waren Surinaamse politici. En daarvan hebben we nog genoeg eigenlijk die staan te trappelen om in
20, 25 meter doen. Moeten wij dan genoegen nemen met die derde rangse politici? Dus op het moment dat we die derde rangse politici afserveren, maar dat we kritisch zijn, dat ze eigenlijk op voorhand bang zijn van no, kom nou go tabatoneel, want ik word dan afgeserveerd. Dan zijn wij al beter af. Daarom zei ik ook, lood heb je. Of ijzer heb je. Je hoeft geen lood voor te hebben. Of groot ijzer. Want ik, by the way, daarmee wil ik niet zeggen dat we Santokki moeten houden. Hè? Dat zeg ik niet. Maar ik zeg, het moet niet zo zijn dat we Santokki inruilen voor een andere wat erger is of geen haar beter is. Dan zijn we geen stap verder. Die nieuwe, die gaat ook zijn buik vol vreten. Dus nogmaals, ik zeg niet, we moeten van Santokki liever gisteren af zijn dan morgen. Maar Santokki zijn buik is al vol gegeten. Dus als mocht hij blijven, wat ik niet hoop, dan kan hij misschien niet veel meer eten. De nieuwe is zo hongerig gelijk hel, die gaat de boel kaal vreten. Dus wat wij moeten hebben is dat mensen niet moeten denken van, joh, ik kan een slag maken, of ik kan mijn kans wagen, want de mensen zijn boos op Santokki, dus alles wat ik mooi kan vertellen, dan nemen ze, kiezen ze voor mij. Dus dat is eigenlijk als het om vies doet dat gaat. Maar er is een patroon, meneer Hagerwijk. Ja. Wij zien dit eigenlijk bij al die politici in Suriname. En daarom, ik heb vies doet dat als voorbeeld genomen, en daarom zeg ik ook, zodra wij nu al kritisch zijn, gaan zij realiseren, tijden zijn veranderd, het spel is veranderd, het gaat anders moeten worden. Ze zijn hardleers. Belfort is ook zo een. Belfort is hardleers like hell. Die denkt nog steeds in oude stijl politiek bedrijven. Hij was ook vorige week bij u. Belfort, ik heb over Belfort toch gezegd, dat Belfort eigenlijk een praatjesmaker is en niet gaat leveren. Kijk. En hier is het verschil. U zei net tegen mij, ja, maar je moet dan iedereen een kans geven. Waarom moet je iemand een kans geven als je weet dat die man een dronken chauffeur is, hij kan niet goed rijden en je gaat achterin in die auto zitten en die man rijdt een 180 op de weg en klabam, je ligt zo in de goot. Dat kan je vooraf inschatten. Ja. Zo dronken, zo onkundig, allebei. Nou, dan lig je zo in de goot. Na 2 kilometer lig je al in de goot. Dan hoef je toch niet te wachten. Dan kan je toch ook niet zeggen, ai, maar ik moest die man een kans geven. Wel, de kapotte ledematen, hersensbloeding, dit, dat, alles soort nonsens. Moet je niet hebben. Waarom vindt die meneer Belfort onkundig? Dat ga ik je nu vertellen. Belfort is ook onbetrouwbaar, levert niet. Hij is onkundig. Onkundig, omdat Belfort tot nu toe nimmer iets verstandigs heeft gezegd hoe hij, let op het woord, hoe hij het land gaat ontwikkelen. Hij zegt hij wil zijn plannen nog niet vrijgeven. Meneer Hardewijk, dat verhaal kennen wij. Wij hoeven zijn plan niet te hebben. Dan moet hij maar meer vertellen, dan horen wij. Of hij moet intelligentere dingen zeggen, zodat we denken van deze man weet hoe een economie werkt, dan weten wij, hij begrijpt het tenminste. Bovendien, als je je verkiezingsplan niet te vertellen, als je nog niet wil vertellen, maar je moet wel ons aannemelijk maken dat je verstand hebt hoe je het land gaat ontwikkelen. Dat is één. En het punt is, omdat hij niet aannemelijk maakt, omdat hij gewoon verschuilt achter, wij gaan mijn plan niet geven, dan zeg ik, ik hoor je praten, ik zie bijna nooit zinnige dingen komen, behalve alleen maar klagen of Santokki klagen. Ja, maar dat weet ik ook, iedereen weet dat. Ze hoeft niet dat ding te herhalen. Vertel me nou iets over de ontwikkeling van het land. Vertelt hij nooit. Abu, nou komt het. Kan ik hopen dat hij het wel weet? Nee, ik mag niet hopen. Waarom mag ik niet hopen? Omdat ik een aantal momenten heb meegemaakt waarin ik gezien heb dat die man niet bereid is om te leveren op dingen waar hij anderen over verwijt. Ik zal het nog een keer formuleren. Hij levert niet
op punten waarvan hij, op punten waarover hij kritiek heeft. Ik ga twee voorbeelden geven. Over die grondconversie blijft hij roepen, Noah Sanobong, dat ding moet naar Zeehof, dat ding moet naar Zeehof. Luister, nou, dat ding gaat niet uit zichzelf lopen naar Zeehof. Er gaat geen kabouter komen om dat ding naar Zeehof te brengen. Er gaat geen smurf komen om dat ding naar Zeehof te brengen. Er gaat geen buitenaardse alien komen om dat ding naar Zeehof te brengen. Alleen parlementariërs en advocaten kunnen dat naar Zeehof brengen. Wel, ik heb die vraag gewoon aan meneer Belfort gezet. U bent het niet mee eens. U klaagt zeer terecht, begrijpelijk. Iedereen klaagt, dus u doet ook lekker aan mee. Maar u bent parlementariër. Waarom gaat u niet de ding naar Zeehof brengen? Daar geeft hij geen antwoord op. Ik zeg, in plaats van klagen, iedereen klaagt. Als je bij die Omoes Leesjes op de hoek staat, joh, heel Suriname elke dag aan het klagen. Een beetje geklaagd van Belfort hebben ook niks. Dus de vraag is, maar meneer Belfort, waarom gaat u dan niet bij Zeehof de ding indienen? Doet hij niet, hè? Wat heb je dan aan Belfort? Abo, tweede punt. Over dubbele salarissen en ministers die minister af zijn en nog steeds geld verdienen. Hij was bij. Ik vroeg hem, maar meneer Belfort. En hij klaagt erover. Hij zei, ja, die mannen verdienen dit. Alleen maar klagen, want dat ding klinkt lekker in de oren, toch? Hij is populistisch bezig. Lekker populair doen. Maar daar kopen we geen drol voor. Kopen we niks voor. Dus ja, ik zeg maar gewoon op de man af, meneer Belfort. Gaat u morgen actie ondernemen. Hij zegt, ja, er is een wet die dat, waarin dat geregeld is. Wel, Arkino, als het een wet is, dan verander je de wet, toch? Dan dien je een verzoek in tot aanpassing van de wet. En ik heb bij u in de uitzending gezegd, als de wil er is, dan worden zelfs artikelen uit de grondwet aangepast. Zie de kiesregeling. Dus meneer Belfort, gaat u morgen een aanpassing indienen? Dat wil hij ook niet doen. En weet u waarom, dames en heren? Hij geniet nog steeds van het geld van de minister af. Dus hij heeft geen belang. En hier zie je, deze mensen vertellen niet hun eigen, hoe zij eigenlijk van het land dingen leegplunderen. Maar klagen over anderen. En deze mensen zijn niet bereid om dingen te veranderen als het hun persoonlijk raakt. Dus hier zie je de ware aard van Belfort. Op het moment dat hij naar Zeehof moest, moest hij hard werken. Nou, dat kostte veel tijd, kostte veel geld, kostte veel werk. Daar heeft hij geen tijd in. Hij komt liever op de radio klagen dan hoopt hij stemmen te winnen. En twee, als op het moment dat hij gaat vragen om de ministersalaris te stoppen, dan heeft hij ook last. Dus hier zie je, dames en heren, al die Surinaamse politici zijn van hetzelfde. Dus Belfort is geen haar beter. Belfort is geen haar beter. Sterker nog, ik zeg Belfort is erger. Waarom? Omdat hij ons hier en nu zand in de ogen strooit, terwijl hij weet dat wij in die ellende zitten. Hij vertelt ons hoe erg het allemaal is. Jongen, elke dag, boem, boem, boem. Maar dan denk ik bij mezelf, maar jij, als jij gaat zitten, ga jij het precies zo doen. Bovendien, meneer klaagt al dat hij in het parlement niet gehoord wordt. Hij stelt vragen en wordt niet beantwoord en hij wordt niet gehoord. Maar op het moment dat wij, ik dan, meneer twee keer live in de uitzending ergens mee confronteren. Hij noemt dat aanvallen, dat is helemaal geen aanvallen. Dan wil hij geen antwoord geven. Dan zegt hij gewoon keihard van ik ga niet in op die manier. Nou, dus als deze man nu al zo'n houding heeft. Meneer Hartwijk, dan moet u mij nu even antwoord geven. Dan ga ik stoppen met praten. Wat denkt u nou dat deze man gaat doen als hij president gaat worden? Gaat hij dan, als meneer Hartwijk met een microfoon langskomt en een moeilijke vraag stelt, gaat hij u antwoord geven? Denkt u dat echt, meneer Hartwijk? Geeft u antwoord. Ik heb geen mening in de uitzending. Nee, u heeft geen mening. En ik weet het ook. U heeft geen mening. Het is misschien een retorische vraag. Dus ja. U hoeft geen antwoord te geven. Maar de luisteraars hebben nu begrepen. Ja. Eigenlijk ligt dat antwoord panklaar op 11 meter stip. En het doel is leeg. U hoeft hem alleen maar in de bal in te rollen. Zo simpel is het. De man
Belfort gaat geen antwoord geven. Net als Sandoki nu eigenlijk iedereen weigert, gaat Belfort ook doen. Conclusie, waar ga ik naartoe, dames en heren? Ik heb net gezegd hoe Visnoedat opereert, hoe Belfort opereert. Wij moeten van deze type mensen af. En dat betekent, en er zijn er nog meer hoor, ik kan wel een hele reeks noemen, maar laten we omwille van de tijd bij deze twee houden. Ja, wat doen we afronden? En, dus de kern is dat de Surinaamse, ik snap niet waarom de Surinaamse kiezers en Surinaamse burgers zo bereid zijn om die zoete praatjes aan te horen. En zoals ze in het Engels zeggen, de beide puntjes. Ik ga het woord niet gebruiken. Maar ze kopen alle onzin van deze mensen. Yo, wij hoeven niet onvriendelijk te worden tegen deze mensen. Maar we moeten ze wel kritisch doorvragen. En stevig terugduwen. Om niet te schelden, maar stevig terugduwen. En zeggen, sorry, van het toneel af. Niet meer komen. En dat zal een tekenbewijs zijn voor de andere politici. Maar hier en daar, ik moet het wel goed doen hoor. Ik ga binnenkort naar buiten treden. Dan moet ik mijn verhaal goed ready hebben. Het verhaal moet goed zijn. Welk verhaal? Het verhaal is hoe ik het land ga ontwikkelen. Hoe ik, als ik aan de macht kom, wat mijn visie zal zijn. En wie ik ben. En ik moet het nu al laten zien. Meneer Visnoedat, sorry meneer Hickman, dat wil ik onderbreken, want we moeten zo afronden. Maar ik heb die vraag, hè. Deze mannen, u geeft aan dat ze het niet goed hebben gedaan in het verleden. U heeft heel wat zaken aangegeven waarom u zegt van, hey, deze mensen moeten we gewoon wegzetten. Maar is er geen ruimte voor correctie bij hun? Kunnen ze dus dan niet gaan leren uit het verleden en wat ze fout hebben gedaan? En dan weer met een nieuwe vibe weer komen en Suriname helpen opbouwen? Moeten we ze gewoon drukken in een hoek en het gewoon daar laten? Dankjewel voor die vraag. Nee, mijn breek in de vraag, Nisi. Deze vraag bestaat uit twee delen. Deze mensen zelf hadden uit zichzelf moeten zeggen, luister, ik heb daar en daar fout gemaakt. Dat doen ze niet. Daarom heb ik gezegd, Visnoedat heeft tot nu toe geen enkel keer, maar dat geldt ook voor Belgen, ook geen enkel keer, maar dat geldt voor een heleboel anderen. Geen enkel keer hebben ze gezegd, jongens, sorry, ik gaf het voorbeeld van Ashwin Ramcharan. Die heeft een boek geschreven van Santoki. In het begin na 2020 was hij ook nog redelijk positief en dan wel coulant. Maar er is een moment gekomen dat Ramcharan heeft gezegd, sorry, en nu niet meer verder. En hij heeft openlijk gezegd, ik heb fouten gemaakt, excuses en hij is kritisch. Dat doen deze mensen niet. Dus daarmee is er nul vertrouwen. Dat is één. Tweede deel van jouw vraag is, moeten deze mensen niet een kans geven? Wel, ik heb deze mensen, laat me deze twee noemen, Belfort en Visnoedat, meerdere kansen gegeven. Ik heb voor de zomer een artikel geschreven over Belfort en hem opgeroepen om met zijn visie te komen en iets te laten zien. Maar wat doet Belfort? Oude politiek. Ik ga die man niet reageren. Ik ben populair. Ik klaag op Santoki, dus mensen weten me goed. Want mensen op social media, ja, Belly dit. Dus Belly heeft geen enkele druk om zijn gedrag te veranderen, om meer inhoud te laten zien, zich te verdiepen in hoe je een land moet ontwikkelen. Nee, die man heeft geen enkele reden, want er is geen druk op hem. Zie hier waar we wel druk moeten uitoefenen en bovendien een kans geven. Ik heb wel voor al vanaf de zomer kans gegeven. Zomer betekent ergens in juni was het al, geloof ik. Dus al 5 maanden geleden. En ik heb meerdere artikelen geschreven. Ik heb meerdere interviews afgegeven. En wat doet die man? Die man negeert alles. Dus dan voel ik de druk op eigenlijk. En je ziet, hij gaat niet veranderen, want hij was toch eergisteren bij u in de uitzending. Hey, hoe moeilijk was het, meneer Hartenwijk? Geeft u nou zelf aan, hoe moeilijk was het als hij had moeten zeggen? Hij had moeten zeggen, hé, dat is een goed punt, ik ga morgen een verzoek indienen. Of het nou gehaald wordt of niet, maar dan heb je tenminste iets gedaan. In plaats van alleen maar praatjes verkopen. Datzelfde geldt voor Visnoedat. Ik heb Visnoedat meerdere keren aangesproken. En ook hij negeert. Ook hij denkt van, ja, ik ken dit soort types. Die denken van, ja, lieve mooi. Melford heeft toch gezegd, die man woont niet hier, hij stemt niet hier. Dus ik ga niet op hem reageren. Terwijl hij wel een diaspora nodig heeft. Dus
op uw vraag, meneer Hardewijk. Moeten we deze mensen niet meer ruimte geven? Nee, niet meer. De druk gewoon opvoeren. Want ik heb u toch net ook de vraag gesteld. Had u die bagageman eigenlijk een kans gegeven om in de cockpit te zitten om u naar, naar het Caribisch eiland te brengen? Hmm. Dat had u niet gedaan, hè? Ik weet wel zeker dat u het niet had gedaan. Ik zou het niet gedaan hebben, maar u ook niet. En volgens mij niemand, hoor. Dus waarom moeten wij dit soort mensen een kans geven? Dat is helemaal geen reden. En het punt is... We gaan afronden, meneer Rikma. Veel eerder, veel eerder zijn er een paar mensen bij u geweest. Alice Amago is geweest. Die begon met dezelfde smoesjes. Ik heb haar op een nette manier. Want de eerste keer wil ik niet fel zijn. U weet zelf, u kunt de band beluisteren. Ik was heel vriendelijk tegen mevrouw Amago. Maar ik was wel helder. En ik hoop dat Amago niet de volgende keer ergens op de radio komt en dezelfde shit vertelt. Want dan veeg ik de vloer met haar aan. Datzelfde geldt voor die man van Beb eigenlijk. Asapina heet die, geloof ik. Ja. Die man vertelt ook allemaal sprookjes. En hij probeert ook de dans te ontspringen. Nou, dus dan gaan we de druk opvoeren. Het punt is, ze zijn, en dat is wat ik aan het begin zei, in Suriname zijn ze gewend om op de oude manier hun zetels te vergaren en t-shirts en chow mein uit te delen. En op die manier dan proberen ze stemmen te vergaren. En dat moet veranderen. Wij moeten gewoon tegen ze zeggen, nee, sorry, die tijd is voorbij. We zijn kritischer geworden. En we zijn kritischer geworden omdat sommige mensen eigenlijk misschien uit de diaspora eigenlijk meedoen. I don't know. Hè? Maar ik roep jullie ook op om dat te doen. Kijk, en ook, ik begon deze uitzending met DTV feliciteren, ook u te feliciteren, want ik vind dat u het werkelijk goed doet, meneer Hardewijk. Dat meen ik echt, ik ben heel kritisch, maar daar zeg ik ook dat u goed doet. Maar er zijn ook momenten, maar dat is begrijpelijk, iedereen heeft een off day. Maar toen Visnu dat bij u was, en hij had over de middenblok, derde blok, en hij praat nog steeds aan die VAP, ik denk, ik heb de man laten beluisteren, want ik was niet in de gelegenheid om live te beluisteren, anders had ik ingebeld. Toen dacht ik, maar waarom gaat meneer Hardewijk hem niet meteen vragen stellen? Niet moeilijk, doe maar gewoon vriendelijk. Maar meneer Visnu, u bent de VAP'er en u wilde een derde blok oprichten. En u bent nog steeds VAP'er, want u vroeg hem, bent u nog VAP'er? Ja, gaat u VAP'er? Vader wil zeggen nee. Denk je, maar stel nou de vervolgvraag, deed u niet. Geeft niet, het is gebeurd. Mm-hmm. Maar zo moeten we scherp blijven. Dan gaan ze afleren, meneer Hardewijk. En ik vertel het u. Sterke democratieën zijn overeind gebleven dan wel landen hebben sterke democratie gekregen, mede door kritische sterke media. En in Suriname is een groot deel in de tas van deze regering en ze vreten chow mein. Hoe bizar kan het zijn dat een van de grote media groep, zeg maar, de eigenaar, directeur ervan, adviseur is van de president. Alleen die man zelf kan het niet zien, maar de hele wereld ziet dat het niet kan, maar hij alleen kan het niet zien. Nou ja, moeten wij nou, kijk, en weet je het gekke? We moeten echt afronden, meneer Rikman, we zijn meer dan een uur bezig. Achter de schermen klagen mensen daarover, of hebben mensen erover, maar voor de schermen zegt niemand iets over die man en het ontoelaatbare. En hier moeten we vanaf, abo. Ik wens jullie een fijne avond vandaag. Ja. Ik wens jullie veel plezier. Wij kunnen niet op langskomen voor alle koek en soppie. Maar we kijken wel en we gaan online de show volgen. Dankjewel. Dankjewel, Rick. Heel veel succes met wat u doet. Dankjewel. Abou. Ja. En zo hebben wij gesproken met de heer Hikmat hier bij DTV. Ja, scherpe analyses, scherpe man altijd geweest. Hij is kritisch en ik geloof dat wij zulke mensen ook nodig hebben in onze Suriname. Iedereen met zijn mening. We gaan eruit voor wat deze live uitzending betreft. Vanavond om 8 uur zijn we allemaal bij El Sabor de Lori. U mag langskomen. Er is genoeg om te drinken en te eten. En we gaan dus aan een feestje bouwen samen met Bertu van die Karaman en Bakka. Sebedeu is in de uitzending bij ons. En het gaat mooi zijn vanaf 8 uur. Jere Laderwijk de naam. Een hele fijne dag verder mede namens Roberto. Tot zo.